Zoals elke week rijden twee bekende Vlamingen om het snelst een rondje tegen de tijd op het kartingcircuit van Genk. De winnaars gaan door naar de halve finale en maken kans op een plaatsje in de grote finale van de Vliegende Vlaming. Vandaag ontvang ik voor de eerste maal een koppeltje. Rebecca en Adi van mijn restaurant. Als dat maar goed komt. Welkom vrienden, op deze zonnige namiddag op het kartcircuit van Genk. Met dat wagentje gaan jullie het zo meteen tegen elkaar opnemen. Ja. Dat is een Fiat 500 Abarth, dat is de snelste 500 die er is. Dat gaat verbazend goed vooruit. Heeft een van jullie ervaring zo Ik heb af en toe wel kart gedaan. Karting? Ja. Jij, Rebecca? Ik niet, maar ik vind van mijn eigen wel dat ik goed kan rijden. Ja. Dat is grappig, precies. Ja, vind ik dat grappig. Maar vind jij er geen goede chauffeur? Ja, maar ze toch af en toe commentaar, maar dan... Erger mij aan zijn gedrag, zijn rijgedrag. Die redt 120 in vijfde, vertrekt in tweede en toestanden. En jij doet alles uiteraard perfect in het verkeer. Ongeveer, ja. Kijk, wij hebben alles om van jullie echte racers te maken. Helm, handschoenen, racepak. Ik stel voor dat jullie je gewoon gaan klaarmaken. Okay. En Seven zullen we wel zien wie de rapste is. Ja. Hey girls, the boys. Voilà, mooie metamorfose. Aan Jeffrey van Hooydonk, onze autotv-piloot, om deze racers voor één dag heel huids over de meet te krijgen. Here we go! Oké, Rebecca. Alles in tweede? Alles in tweede, ja. Dat is een spirit. Oei, shit, in tweede. Oei, een beetje tegensturen, hè. Nee, remmen. Dat is rem los. Oei, shit, in eerste terug. Nee, alles in tweede. Oei, jong, Adi. Ja? Vlotjes ertussen, hè. Rustig, Adi. Oei, sorry. Ik breek dat bakje af, denk ik. Ik zie dat je goesting hebt om het gras af te rijden, hè. Joehoe. Ja, zo, ja. Dat is de snelste bocht van het circuit. Deze? Ja. Maar je krijgt het er warm van, ja. Ja, ik heb de airco al opgezet. 180 graden, hè. Niet te veel draaien. Ja. Niet bijdraaien. Ik weet niet wat ik allemaal doen met je voeten, maar het werkt. Ja. Op een of andere manier. Nog een beetje bijremmen. Het is hier echt wel warm, hè. Amai. Boah. Oké, dat waren de opwarmingsrondes, Sadie. Jeffrey klinkt alvast vol vertrouwen. Maar laten we nu de auto nog heel eens toch maar beginnen met Rebecca. Ik was niet zo zenuwachtig, maar toch was ik aan het bidderen. Oké, goed zien naar Chris. Chris, die gaat aftellen. Rebecca, klaar? Ja, Chris, we zijn klaar. 3, 2, 1, go! Shit, er beginnen, valse start. Opnieuw. In neutraal vertrekken. Ik ga weer foppen. Die hadden we nog niet gehad. Tweede take. Oké, klaar. Iedereen klaar? Ja. Oké. Versnelling? Ja. Oké, Chris, we zijn klaar. 3, 2, 1, go! Stemmig! Ja. Goed, gas. En twee. Ik dacht gewoon volle gas, hè. En nu hardremmen. Ja, oké, en gas. Ik denk dat de eerste bocht wel goed gegaan is. Ja, perfect. En gas. Maar ik was echt wel één met de auto en de baan. Ja, perfect. Oh, geef nog gas bij. Dat is helemaal spectaculair. Gas. Daarna stukje rechtdoor. Eerste vernauwing goed gepasseerd. Ja, en gas. Lever zo ver dat je dat kan. Ja, hard remmen. Nog harder. Ja, anders gaan we van de baan gaan. Okay. Tweede vernauwing was heel niet. Oh shit. Ik denk echt heel niet. Gaan. Ja, en remmen, hard remmen. Bij de laatste bocht heb ik meer geramd dan normaal. Gas los. Ja, en vol gas. Die is vlot gegaan, of niet? Vol gas. Ja, als je de finish ziet. Oké, Rebecca, de finish. Ja. Oh my. Was dat goed? Was dat goed? Dat was zeker niet slecht. Adi is echt een losbol. Die gaat ervoor. Brokken of stukken, die vliegen, maakt niet uit. Oké, dat heeft Jeffrey niet gehoord. Adi, ga je gang. Adi, klaar. Jeff, klaar. Ja. 3, 2, 1, go! Ja, ik denk dat ik snel gestart ben. Niet te laat remmen, hè? Anders kom je hier al gelijk van de baan. Ja. Die eerste bocht die ging goed. Remmen. Ja, ik heb genoeg geluisterd. Ja, dat was al kantje boordje, hè.
Allee, Rebecca zegt wel soms dat ik beter moet luisteren. Maar... Niet bijdraaien, hè. Je blijft maar draaien. Hè. Op de eerste rechtstuk, de vernauwing, dat ging wel redelijk vlot. En remmen, hè, remmen. Hier geen risico pakken. Anders zijn we kosten. Er zit één en hele scherpe bocht in. Daar had ik iets harder moeten afremmen. En remmen, remmen. Zo. Ik had alleen maar problemen denk ik, met de haarspelbocht. Jij wilde je precies niet laten kennen door de vrouwen. Ging dat? Nee. Goed bezig. Ja, en remmen, remmen, remmen. Hier moeten we even al onze knopjes uitzetten. Ja. Ik wou al voor de bocht alles geven, maar dan zei Jeffrey, dat is een hele scherpe, doe me rustig. Remmen, 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 remmen. Anders gaat dat niet goed komen. Dus je komt eigenlijk van niks en dan neem ik alles gegeven. Je ziet Chris in de verte staan. Oké, jongen, op 5 meter en stop. En dan hier het laatste stuk heb ik alles gegeven, ja. Oké, jongen. Best gedaan, hè. Oh, amai. En ik heb het overleefd. Overleven is belangrijk, maar voor onze kandidaten telt maar één ding. Vrienden, het is tijd voor het verdict. Eén van jullie zal zo meteen hier op het hoogste schavot plaatsnemen. Hoe denken jullie dat het gegaan is? Ik vond dat het goed gegaan is voor mij, maar ook voor u. Maar met momenten dacht ik echt dat je... dat leek zo traag. Ja? Nee? Ik zal het zeggen, want ik weet het. Jij hebt eerst gereden. Jij kwam als eerste aan de beurt, bedoel ik. Hè? Ja. Jij hebt de ronde afgelegd in 1 minuut, 39 seconden en 4/10. Ja. Dat is in deze omstandigheden behoorlijk goed, moet ik eerlijk zeggen. Adi, jij hebt de ronde afgelegd in 1 minuut, 39 seconden en 17. Shit, hoeveel tienden had ik? 4. Dus jij bent de snelste, Rebecca. Gefeliciteerd. Allee, proficiat. Proficiat. Jawel, dames en heren, weer een vrouw in de halve finale. Eerder plaatsten Liesbeth van Bredam en Pascal Maassen zich. Dat zou wel eens een vrouwelijk onderrondje kunnen worden in de eindfinale. Goed gereden, 3/10 is niet veel. Dat is niet veel, hè.